Het Hele Mare College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij hebben ons aangesloten bij het Leerlab vanuit Zo Leer Ik, netwerk voor gepersonaliseerd leren. En het Leerlab heeft als onderwerp de veranderende rol als didactische coach. En dat is eigenlijk het proces waar we nu ook middenin zitten, samen met 6 andere scholen. Ik werk 24 jaar in het onderwijs, dus ik heb altijd gewerkt met boeken. En nu we dit jaar met de portals aan het werk zijn, merk ik dat je veel bewuster bezig bent met de leerstof, maar ook met de leering zelf. De portal bestaat uit 2 delen. Je hebt de lessen, waarin de filmpjes staan en de opdrachten. En je hebt stroom, wat de docenten gebruiken om de leerlingen hun huiswerk in te laten zetten. En vooral stroom speelt natuurlijk een belangrijke rol bij didactische coaching. Ik zie een veel grotere betrokkenheid. Ik merk dat ook in mijn lesvoorbereiding. Voorheen had ik boeken en ik kon mij draaien op je routine op een gegeven moment. En nu duik je weer helemaal in de lesstof. Ja, deze manier van werken heeft zeker invloed op de lessen. Het is natuurlijk persoonlijker en meer toegesneden op de leerling. Maar het vraagt ook weer heel veel van je eigen klasseorganisatie om al die informatie goed op orde te houden. Ik vind het echt een eye-opener voor mezelf. Waarin ik zelf ook weer een hele ontwikkeling doormaak. De meest positieve ervaring is toch het vergroten van die zelfstandigheid. Op het moment dat je ziet dat het klikt bij een leerling. En dat gebeurt niet altijd meteen. In het begin kost het soms heel veel moeite, maar dat ze doorkrijgen hoe je dat zelf kan gebruiken en ze gaan ermee aan de slag, ja, dat is natuurlijk het leukste. Ja, ik vind dat een heel veel meerwaarde heeft ten opzichte van het klassikaal uit de boeken werken. Nou, voor mij als docent om op deze manier met leerlingen in gesprek te gaan, je krijgt gewoon meer informatie over wat wel en wat niet lukt en je kan beter op de persoon bijsturen. En in een groep is dat gewoon minder mogelijk. Je merkt ook aan de leerling dat hij betrokken is gewoon bij zijn eigen leerproces. Je wil hem toch zoveel mogelijk, ja, dat klinkt dan mooi, maar eigenaar van zijn eigen leerproces willen maken. Ja, de leerlingen reageren wisselend. De meesten vinden het heel prettig. En ook om even apart met jou alleen te kunnen zitten. En bij anderen is dat wat lastiger, omdat die wat minder goed op zichzelf kunnen reflecteren. En dan moet je wat meer bijsturen. Ik merk dat ik nu veel leerlinggerichter ben. En veel meer een coach in de rol heb eigenlijk dan als leerkracht je les doen. Ja, dat geeft een andere dimensie gewoon aan je vak.